Ik geef drumles aan Daisy op woensdagavond. Dus ik kom bij ze thuis. Ligt hij ziek op bed. Helse pijn. Dus wij naar het ziekenhuis. Een oom van ons had sikkelcelziekte. En bij mensen die dat hebben zijn de rode bloedcellen niet mooi rond. Maar krijgen ze de vorm van een sikkel. Mijn oom is ergens rond de 40 jaar geworden volgens mij. Dus toen mijn broer en schoonzus hoorden dat Daisy het ook had. De arts vertelde mij dat het super lastig is om het juiste bloed te kunnen geven aan Daisy. Toen hebben ze speciaal voor Daisy een bloeddonor opgeroepen. Dan zit je bij hem en dan zie je hem opknappen door dat bloed. Ha, dan ben je echt super blij. Hey, broer! Daisy gaat één keer in de maand naar het ziekenhuis voor een bloedtransfusie. Dat houdt hem niet alleen in leven, het geeft ook kwaliteit van leven. En daarom geef ik bloed. Ik geef even een knuffel.